Elke man koestert een vrouw in zijn leven die hij als de allerbelangrijkste beschouwt. Voor Humberto Tan is die vrouw zijn moeder, een onvoorwaardelijke band die hij koestert. Maar ook zijn ex-vrouw Ineke blijft een essentiële rol spelen in zijn leven, ondanks dat ze niet langer een romantisch paar vormen. Als het gaat om aantrekkelijke vrouwen, komt de naam Zendaya in me op, grinnikt Humberto terwijl hij terugdenkt aan een recente filmavond met zijn dochter, waar ze samen genoten van The Greatest Showman. We vonden haar allebei oprecht prachtig. Terwijl Humberto en Ineke al geruime tijd niet meer als stel door het leven gaan, heeft Humberto zich redelijk weten aan te passen aan de nieuwe situatie. Het vraagt tijd om te wennen aan een leven zonder de dagelijkse aanwezigheid van een partner, maar hij lijkt de balans te vinden. Toch zijn tinder en daten op dit moment geen prioriteit, deelt hij openhartig. Het leven is al stormachtig genoeg zonder die extra elementen. Het voelt goed zoals het nu is, voegt hij eraan toe. Zijn focus momenteel gericht op het vinden van stabiliteit en voldoening in zijn leven. Het is duidelijk dat Humberto waarde hecht aan de relaties in zijn leven, zowel met zijn moeder als met zijn voormalige partner Ineke. Terwijl hij de overgang naar het leven als alleenstaande man navigeert, omarmt hij de waardevolle banden die zijn pad hebben gekruist. En hoewel hij zich bewust is van aantrekkelijke vrouwen zoals Zendaya, ligt zijn focus momenteel elders, waar rust en tevredenheid de boventoon voeren. Het leven, in al zijn stormachtigheid, Vind zijn harmonie zoals het is voor nu.